Dit is het vijfde filmpje in de serie over elektriciteit voor HAVO, bovenbouw, natuurkunde. Dit gaat over elektrische componenten, dus LDR, ETC, PTC, dat soort dingen. 21. Arjan bouwt de schakeling van figuur 46. Beide lampjes branden, maar alleen het lampje van A valt op de LDR. Dus als het lampje A er licht uitzet en het valt op de LDR, dan gaat dit lampje ook branden. Oké. Opent Arjan de schakeling S, dan gaan beide lampjes uit. Leg waarom dat lampje B ook uitgaat. Nou, als deze schakeling open gaat, dan wordt de stroming onderbroken. Dus dat A uitgaat lijkt me geen probleem. Hier valt er geen licht meer op de LDR. Dat betekent dus dat zijn weerstand, die wordt enorm groot. De totale weerstand wordt dus ook enorm groot. Dus dat betekent dat er heel weinig stroomsterkte gaat lopen. En het vermogen wat het lampje krijgt, is dan natuurlijk heel klein. Want er staat wel een bepaalde spanning over. Maar de stroomsterkte is bijna niks. Dus het vermogen van het lampje is ook bijna niks. Dus geeft geen licht. Arjan sluit de schakelaar weer en verschuift de pijl van de variabele weerstand, dat is deze. Daardoor gaat lampje B feller branden. Dan gaan we even achteruit redeneren. Als lampje B feller brandt, dan moet de weerstand hier laag zijn. Moet er dus veel licht opvallen op deze LDR. Moet dus deze lamp veel licht uitzenden. Dan moet dus veel stroom en veel spanning, veel spanning overstaan. Dat betekent dus dat deze weerstand klein moet worden. Dat betekent dus dat die pijl naar rechts gaat schuiven. Hè? Want het deel van de weerstand wat hij gebruikt, dat is van hier tot aan de pijl. Dus hier is dat kort. Maar als je meer licht vanuit deze wil hebben, dan zal je dit nog korter moeten maken. Dus bijvoorbeeld zo. En dan is het dus een kortere draad en dus minder weerstand. Ja, dus nog even herinneren. Minder weerstand hier betekent dus dat er minder weerstand in totaal is. Dan gaat er meer stroom lopen. Dan gaat het vermogen van het lampje wordt dan meer druk, spanning wordt groter en de stroomsterkte wordt ook groter, dus dan gaat hij meer licht uitgeven. Dat valt tot de LDR, neemt de weerstand van de LDR neemt af. Dat betekent dus dat er meer stroom gaat lopen door de schakeling. De spanning over deze zal groter worden en de stroomsterkte over deze zal ook groter worden, dus zijn vermogen neemt toe, dus gaat hij meer licht geven. Ja, dus deze moet naar rechts. Oké, gaan we naar 22. Iris onderzoekt de werking van een LED, een light emitting diode, met een schakeling in figuur 647A. Even kijken, dit is de diode, dit is de doorlaatrichting van C naar D. Weerstandje erbij, amperemeter, voltmeter, spanningsbron, die is variabel. Oké. Met deze schakeling bepaalt het verband tussen de spanning over en de stroomsterkte door de LED. In figuur 647B staat het resultaat van deze meting. Oké, dus als de spanning 0 is, loopt er geen stroom. En gaat pas stroom lopen als de spanning 1,5 volt wordt. En dan is het een lineair verband. Oké. De doorlaatspanning van de LED is 1,5 volt. Leg aan de hand van de grafiek uit wat je met de doorlaatspanning van de LED bedoelt. Nou, dat betekent dus dat als er minder dan 1,5 volt spanning over die LED staat, ook al is het in de doorlaatrichting, dat er toch geen stroom loopt. Pas als er meer dan 1,5 volt is, dan gaat de stroom lopen. Oké. Bij de schakeling is een weerstand van 50 ohm opgenomen. Dat is dus die. Bepaal de spanning die de spanningsbron levert als door de LED een stroom loopt van 100 mA. Oké, ga ik even opzoeken. 100 mA, dat is hier. Daar hoort een spanning van 3 volt bij. Dat kun je aflezen. Dan kun je de weerstand van de LED kun je natuurlijk, of de weerstand kun je dan uitrekenen. Dat is 3 volt gedeeld door 0,1 ampère. Dat is dus 30 ohm. Oké, wat weten we nog meer? We hebben dus een stroomsterkte hier van 0,1 ampère door deze, want het is een serieschakeling. De spanning is dan de weerstand van deze 30 maal de stroomsterkte door deze, dus 50 maal 0,1 is 5 volt. En we wisten al dat hier 3 volt over stond. Ja, dat hadden we afgelezen hier. Dus in totaal is dat 8 volt. Zo kun je dat doen. Oké, gaan we naar 23. Bea heeft een schakeling met een NTC, een negen temperatuurcoëfficiënt weerstand gebouwd. Dit is hem. Staat in, alleen maar een amperemeter en een voltmeter bij. Verder niks in de schakeling. De spanning van de bron bedraagt 30 volt. Direct na het sluiten van de schakelaar lees je af dat de stroomsterkte 0,15 ampère bedraagt. Een kortere tijd later is de stroomsterkte opgelopen tot 0,75 ampère. Verklaart het toenemen van de stroomsterkte. Dat zou kunnen dat de batterij meer spanning afgeeft, maar dat is niet zo, want die is continu 30 volt, dus dat moet in de NTC zelf zitten. Dus even kijken, NTC, als er stroom doorheen loopt, dan wordt het natuurlijk een beetje warm. En het is een NTC, dus dan neemt ze een weerstand af. En als de weerstand afneemt en de spanning blijft hetzelfde van de batterij, dan gaat er meer stroom lopen. En dat is wat er hier gebeurt.
Hier is hij nog koud en hij wordt steeds warmer en dan gaat er steeds meer weerstand verdwijnen en dan neemt de stroomsterkte door de NTC, die neemt dus toe. Ook al blijft de spanning van 30 volt hetzelfde. Oké, in figuur 648b zie je hoe de weerstand van de NTC afhangt van de temperatuur. Bepaal aan de hand van figuur 648b hoe groot de temperatuurstijging van de NTC in die korte tijd is. Oké, we gaan eens even kijken. Hierbij bij 15 graden Celsius kan ik aflezen wat de stroomsterkte is. En dat kan ik ook doen bij 0,75 ampere, 75 graden. Ja, dus 15 graden hier stroomsterkte aflezen, 75 graden daar de stroomsterkte afmeten. Dat is niet de stroomsterkte, dat is de weerstand. Ik zeg het verkeerd. Oké, bij 0,15 ampère is de spanning van de wand toe steeds 30 volt. Dus kan ik de weerstand uitrekenen, is 200 ohm. Oké, dat is dan bij 20 graden Celsius. Oké, 200 ohm. Ja, zoek je dus een beetje achteruit wat dat betreft. Oké, 200 ohm, waar zit die? Dat is hier. Oké. Bij de stroomsterkte van 0,75 ampère doe je dat nog een keertje. Oké, de spanning van de wand is 30 volt. De stroomsterkte is 0,75 ampère. Dan kan ik dus 40 ohm aflezen. Dat is hier en dat hoort dan bij 40 graden. Ja, oké. Zo kan het inderdaad, dat is inderdaad de goede manier. Dus het verschil is tussen 40 graden Celsius, 20 graden Celsius, 20 graden Celsius. Ja, oké. Allemaal goed. Maaike en Lisa onderzoeken hoe de weerstand van een LDR, dat is een light dependent resistor, afhangt van de verlichtingsterkte. Daartoe hangen ze een lamp boven een LDR in een voor de rest verduisterde ruimte. Ze variëren de afstand tussen de lamp en de LDR. Bij elke afstand meten ze de weerstand van de LDR. Van de resultaten van de proef maken ze een diagram. Oké, hier heb je dus de schakeling. Hier heb je een LDR. Heb je een weerstand erachter. Daar staat een spanningsmeter over. Hier heb je een bron met 5 volt. Deze twee staan in serie. Oké, dit is de grafiekafstand. En dit is de weerstand van de LDR. Die is uitgezet. Oké. Leg uit van 649a, dat is dus die of de weerstand van die L groter wordt of kleiner als de lichtsterkte toeneemt. Zie je de figuur, hè? Dus deze figuur, als de afstand groter wordt, neemt de weerstandswaarde ook toe. Dat betekent dus dat de verlichtingsterkte afneemt, hè? Want als je kan zien, de afstand neemt toe, de weerstand neemt ook toe. Als de weerstand toeneemt van deze, dan neemt de totale weerstand van de serieschakeling toe en dan neemt de stroomsterkte dus af. Ja, en ja, dus als de afstand toeneemt, neemt de weerstandwaarde af. Maar er wordt gevraagd, hoe zit het met de verlichtingsterkte? Oké, dat betekent dus de verlichtingsterkte wordt groter als de afstand afneemt. En dan neemt de weerstand dus juist toe. Ja, oké. Vervolgens maken ze de schakeling figuur 649b voor de grootte van de weerstand. R kunnen ze kiezen tussen twee constanten, 1 van 100 en 1 van 500 ohm. Ze nemen de weerstand van 500 ohm, want dan is de spanning die de spanningsmeter aangeeft het groot. Leg dit uit. Ja, dat is altijd zo. De stroomsterkte is natuurlijk hetzelfde. Als je hier 500 ohm hebt zitten, dan is de weerstand 500 ohm. De weerstand is de spanning maal de stroomsterkte. En de stroomsterkte maal 500 is groter dan de stroomsterkte maal 100. Je kan ook als volgt redeneren van de spanning van de batterij wordt verdeeld over de LDR en over de weerstand. Het grootste deel van de spanning zal over de weerstand, over de grootte staan. Dus als je deze groter maakt, dan krijg je ook een groter deel van de spanning. En als je 500 hebt, krijg je dus een groter deel van de totale spanning dan als deze maal 100 is. Dan krijg je een kleiner deel van de totale spanning, de LDR meer. Ja, oké. C. Leg uit dat de spanning over R toeneemt als er meer licht op de LDR valt. Dus even kijken, als de afstand kleiner wordt, dan wordt de weerstand van de LDR kleiner. Ja, oké. Stel als je bijvoorbeeld eerst 1 volt en er wordt een half volt, dan wordt deze dus eerst van 4 volt, 4,5 volt. Hè. Als deze inspanning afneemt, moet deze inspanning toenemen, want de totale spanning blijft 5 volt. Oké. Leg uit dat de spanning over de LDR afneemt als er meer over. Dat hadden we volgens mij al gedaan.
schakeling QE46B kan als lichtsensor worden gebruikt. De spanning over R is, is het signaal dat de sensor afgeeft. Dus spanning over deze. Hier zit dus een sensor aan. Waarom maak je de lichtsensor met een spanningsmeter die over de weerstand R is geplaatst? Nou, de spanning over de weerstand neemt toe als er meer licht opvalt. Als de voltmeter dan over de weerstand R is geplaatst, wil ik zeggen dat de spanning op die meter ook toeneemt. En dat is natuurlijk handig als je iets wil aanzetten. En dan is het wel handig als je de spanning toenemend hebt. Als je meer overzet, en dan wordt de spanning over deze wordt juist kleiner. En als je dat iets wil aanzetten, dat is niet handig. Dus vandaar. F bepaalt de afstand van de lamp tot de LDR als de spanningsmeter 2,7 volt aanwijst. Oké, moet even denken. Dus dit hier is dus 2,7 volt. Deze weerstand is 500 ohm. Kun ik de stroomsterkte door die weerstand uittekenen? Dat gebeurt hier. U is iemand R. Invullen 500 ohm en 2,7 volt. De stroomsterkte is dan 2,7 gedeeld door 500. Dus 0,054 ampère. En dat is natuurlijk dan ook de stroomsterkte door deze. Maar het is ook zo, van de tandenspanning is 5 volt, hier staat 2,7 volt over, dus dan blijft over deze over 2,3 volt. Dat wordt hier bepaald, hè? 5 min 2,7 is 3. Ik weet dat de stroomsterkte dus 0,54 is, want dat was hier dus hier ook. Ik weet dat dit 2,3 volt is, dan kan ik de weerstand van deze bepalen met U is iemand R. Nou, dat gebeurt dan. U is iemand R, 2,3 volt is die, 0,054 ampère is die. De weerstand van de LDR is dan 2,3 gedeeld door 0,0054, is 425 ohm. Zo kun je dat doen. Oké, opgave 25. In de oplader van een laptop zit een transformator. Op de oplader staat input 230 volt, output 19 volt en 2,1 ampère. Bereken het maximale vermogen dat de laptop mee kan worden opgeladen. Dat is natuurlijk de output. Dus 19 volt maar 2,1 ampère, minder volt 39,9 watt, ofwel 40 watt. Bereken de maximale stroomsterkte die door de aansluitsnoer op de oplader gaat. Oké, laten we dat er even geen, dat er geen verlies is. Dus er gaat ook 40 watt in bij 230 volt. Vul je hierin, P is iemand I, 230, dit is 40, I is dan 230 gedeeld door 40, is 0,17 ampère. Wat moet er op de open plekken staan? Kies op de omhoog, omlaag, spanning, stroomsterkte. Als bij 1 de spanning met de transformatie wordt omhoog gedaan, dan wordt de stroomsterkte omlaag getransformeerd. Wat ook kan natuurlijk is dat je precies andersom opschrijft. Dus dat je met de stroomsterkte begint, die moet dan omlaag en de spanning gaat dan omhoog. Dus dan heb je de volgende 1, 2, 3, 4 omgedraaid. Oké, dat was paragraaf 5. Dan gaan we zo meteen naar paragraaf 6 en 7.